En met het doel studenten vaardigheden bij te brengen ten aanzien van het spreken in het openbaar, heeft de Junior Chamber International, JCI, vandaag een speaking and debating training en competitie georganiseerd. Bijkans 100 studenten van 4 HBO-opleidingen hebben hieraan geparticipeerd. De trainer Sergio Emanuels, oud-president van JCI, zegt dat effectief spreken niets anders is dan met zo weinig mogelijk woorden de gedachten overbrengen op de luisteraar. Effectief spreken, daarvoor is er meestal een limiet aan tijd gebonden. Je krijgt een speech van 5 minuten tijd voorbereiden, je hebt een speech van 15 minuten tijd voorbereiden, de jaarrede in elk land, ja, je hebt een uur tijd voorbereiden. Nou, dan moet je alles wat je wil zeggen binnen die tijdsperiode gewoon goed te zeggen. En nogmaals, je moet het dusdanig zeggen dat het duidelijk is. Kijk, in deze setting, zoals ik nu met jullie bezig ben, elk van jullie wil zeggen van, kunt u dat verduidelijken, kunt u dat herhalen, ik begrijp het niet zo goed, dus ik heb het goed gehoord. Als je in zo'n setting bent, en je bent een beetje middenin, en je hebt het niet goed gehoord, dan is het voorbij. Dan moet je misschien aan je buur vragen van, hé, hey, wat zei ze? Maar, in grote settings, heb je dus niet de kans om, dus als het publiek, om te vragen voor herhalen. En je weet dus altijd heel belangrijk, dat wil zeggen, je moet in één keer heel goed zeggen wat je wil zeggen. En het moet blijven hangen en het moet mensen motiveren. Emanuels legde ook het verschil uit tussen verbale en non-verbale communicatie. Hij gaf aan dat iemand een prachtige speech kan hebben voorbereid, maar de body language, de toon en het volume voldoen niet, waardoor de spreker zijn eigen speech verzwakt. Dus zo is het goed om na te denken, naast je woorden, hoe stel ik me op? Hoe sta ik? Praat ik luid genoeg? Articuleer ik duidelijk? Praat ik een beetje met een mond? Praat duidelijk. En je zit een beetje in een tabel aangegeven, in een chart. 7% zijn de woorden. De rest is puur body language, zoals we het vaak willen uitspreken. Dus de kracht van spreken is niet alleen je woord. En men zegt vaak, wanneer het tegenstrijdig is, is de body language, is de waarheid. Dus wanneer iemand zegt, ja, ik ben blij. Dan moet je vaak even meer kijken naar hun body language, hoe is het geuit. Zeker ook als iemand in een bepaalde setting en je merkt dat die persoon boos is. En je vraagt dus dat je zegt, is er iets aan de hand? Nee, niets aan de hand. Nee. Dan weet je, er is iets aan de hand. Dat kennen we. Trainer Sergio Emanuels vandaag tijdens de Speaking and Debating Training en Competition Higher Education Institute's Young Professionals. De training is gehouden in de conferentiezaal van Asewatono aan de Prinsessenstraat. Bijkans 100 studenten van de HBO-opleidingen FHR, EOL, PTC en UNASAT hebben hieraan deelgenomen.